Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik wil vandaag een shopvlog en een eerste indruk opnemen. Vandaar dat ik nog niet zoveel make-up op heb en mijn haar omhoog heb, want ik dacht dat is het meest praktische. Ik wilde namelijk laatst mijn allerlievelings BB cream, CC cream, tinted moisturizer, hoe je het ook wil noemen, weer aanschaffen. En dat heb ik gedaan bij volgens mij feelunique.com. En ja, toen kon ik het niet laten om ook wat andere dingen te bestellen. Dus die wil ik vandaag even aan je laten zien en tegelijk ook opbrengen. Nou, als eerste dus mijn favoriete tinted moisturizer. Dat is deze. Dit is de Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. In de kleur Natural heb ik hem. En deze heb je al heel vaak zien gebruiken. En ik heb ook een hele fijne dupe van dit product. En die is van Ethos. Dat is de Ethos CC Cream. En daar heb ik ook een hele video voor als je daar benieuwd naar bent. En die gebruik ik dus eigenlijk dagelijks. Maar deze heeft factor 30 en die CC heeft factor 15. Daarom gebruik ik dus nu de Bare Minerals variant. Omdat het vandaag bloody heet is. Dus dan factor 30. Goed om te weten dat ik echt niet echt verkleur in mijn gezicht. Maar ja, weet je, better safe than sorry. Dus deze heb ik al op. Dit is een nieuwe verpakking, maar mijn oude is bijna op. Dus die heb ik nu al gebruikt. En verder heb ik mijn wenkbrauwen en alles al gedaan. Want ik heb een aantal andere dingetjes gekocht. En die wilde ik graag even met je delen. Oh, deze is trouwens niet. Deze heb ik bij Douglas gekocht. Maar die laat ik dan ook maar meteen erbij zien. Dit is tenslotte een shoplog. Dit is het Zuva Graphics Eyes Palette. Even potlood in taupe. En die heb ik al getest, namelijk gisteren. Dit is een heel mooi potlood. Ik zal even kijken, waar kan ik die beste zwartje? Die doe ik even zo. In een hele mooie taupe kleur. Ik denk dat je een beetje kunt zien. En hij is heel zacht en hij blijft echt heel goed zitten. Want ik dacht, gisteren was het ook al warm. Ik dacht, nou dat wordt helemaal niks. Maar hij bleef heel mooi zitten. Hij heeft een mooi glansje. En deze kocht ik wel bij Feelunique. En dat is de Topshop Waterproof Liner. En hier hoorde ik goede verhalen over dat het echt zit als een huis. En hier heb ik dus ook een andere kleur van. Maar ik kan niet echt zien hoe die heet. Ik dacht iets van Gunmetal of zoiets. Maar ik zie het nergens staan. Er zat verder ook geen verpakking omheen. Oh, Gunpowder. Hier, het staat er wel. Gunpowder. En dat is een beetje een grijs-zwarte kleur. Dat is de bovenste. En die vond ik ook echt heel mooi. Echt zo'n hele... Er zit ook een klein beetje shimmer in. En het is inderdaad gewoon een beetje zo'n... ja, echt zo'n donkergrijze kleur. En dat vind ik heel mooi. Het is net iets minder hard dan zwart. Maar nog wel steeds gewoon lekker. Ik vind het altijd wel mooi om zo'n flinke smudgy eyeliner-achtige look te maken. Dus dat zijn de twee. Die ga ik misschien gebruiken, maar ik denk het eigenlijk niet. Het duurt trouwens even voordat ik deze video kon opnemen. Want ik had een ontstoken oog. En volgens mij is het nu zo goed als over. Dit is mijn ontstoken oog. Maar ik voel echt helemaal niks meer. Het is nog een beetje rood, maar ik doe echt helemaal niks meer. Dus... Ik dacht, nu kan ik er eindelijk voor gaan. Ik kocht namelijk twee make-up dingetjes van Tanja Burr. Jullie kennen haar vast allemaal, een hele bekende YouTuber. En zij heeft al een tijdje eigen make-up. Ik heb al twee oogschaduwpaletjes van haar. Daar ben ik heel enthousiast over. En toen dacht ik, oh, een nieuw paletje van haar. En dit heet My Escape. En dit vind ik een heel mooi paletje. Het is met warme kaki kleuren, zoals ze zelf ook zegt. Ik heb nog niet geswatcht, dus dat gaan we zo even doen. Oh, ik ga eerst even dat papiertje eraf halen. Wacht eventjes. Netjes ingepakt. Ik vind ook altijd dat ze hele leuke namen geeft aan haar make-up producten. Ze heeft wel eens in een video ook verteld dat ze dat zo leuk vindt om te doen. Om al die kleurtjes namen te geven. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Wacht even. Even op die wijze loskrijgen. Oké. Dit zijn ze, hier zit ook een spiegeltje. En dit zijn de kleuren. Dit is New Perspective, een beetje een lichtroze champagne kleur met glans. En dan Wild Jungle, dat is deze mooie groene shimmer. Treetops, er zit ook een heel mooi, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar er zit ook een heel mooi blaadjesmotief in de oogschaduw. Dit is een beetje een groen-bruine groen-bruine matte kleur. En dan hebben we hier nog een donker groen-bruine kleur. Redelijk bruin. En die heet Masterplan. Deze. Ik zal ze zo even gaan swatchen. Vraag nu.
Ik weet niet waarom ik zo zeg. En die andere oogschaduws van haar, daar was ik al heel enthousiast over. Qua pigment. Maar vooral ook hoe fijn ze aanbrengen. Het pigment hier is niet super. Maar de structuur is wel fijn. Dit zijn ze van licht naar donker. Dat je een beetje kunt zien. En dan, ik moet even kijken welke ik ga aanbrengen. Maar dan kocht ik ook nog dit paletje. En ja, dit ziet er natuurlijk echt gorgeous uit. Met al dat geglim. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dacht dat dit een veel kleiner doosje zou zijn. Want ik dacht, oh, dit is zo'n ideaal paletje voor mee op reis en zo. Maar dat is het niet. Dit is het Beautifully Defined palet. En hier zit van alles in. Oogschaduw, bronzer, highlighter en liquid highlighter. Nou, ik zal het even laten zien. Het is overigens wel prachtig gedaan. Dan weer dus een spiegel. En dan dit. Ik zal even het papiertje weer afpulken. Dan kan je hem wat beter zien. Dus het spiegeltje. Dus ik in de wagen van Niels staan. Dus dit zijn oogschaduwkleuren, highlighter, bronzer en nog een liquid highlighter. En eigenlijk gezien het zonnige weer denk ik dat ik dit paletje ga gebruiken. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. Oh, ik zal eerst nog even de namen, want het zijn ook een hele leuke namen. Silk Pajamas, Cuddle Me, Baking Brownies. Dan hebben we Champagne Shimmer. Nou, de naam zegt al voldoende, denk ik. En dan hebben we hier, wat staat hier? Caramel Kiss. En dan is dit dus die liquid highlighter. Ik denk dat we daar maar mee gaan beginnen. Nou, hier is het pigment echt beduidend beter van. Ik weet niet of je het een beetje kunnen zien. Hele mooie kleuren. We gaan beginnen met de liquid highlighter. Dat is altijd leuk. Het is een beetje dun, waterig spul. Maar niet te liquidy, zeg maar. Het is wel een hele mooie gouden glans. Ik weet niet of je dit een beetje kunt zien. Een beetje de vraag hoe dat overkomt op beeld, hè, highlighters. Zeker omdat ik altijd met natuurlijk licht film. Hij is goud, hij is warm. Een hele warme highlighter, dus dat moet je wel even in je achterhoofd houden. Voor mij maakt dat niet uit, maar hier zie je hem ook nog even op mijn hand, voor zover je hem nog kunt zien. Zie je, hij is echt wel goud. Maar wel mooi, en ik denk zeker als je die champagne er straks overheen doet, dat het wel een hele mooie mix wordt. En hij droogt echt heel snel op, dus je moet wel snel werken. Dan ga ik oogschaduwbasis aanbrengen, want ik ga natuurlijk de oogschaduw aanbrengen. Catrice Prime and Fine. Zoals altijd. Ik ga beginnen met de Champagne Shimmer. Dus dat is eigenlijk geen oogschaduw. Maar ik ga hem toch gebruiken. Als highlighter onder mijn wenkbrauw. Ja, ik ben echt gek op champagne highlighter. Dus dit is echt helemaal up my alley. Nou, dit is gewoon een mooie... Ik zal iets dichterbij komen zitten, jongens. Jullie iets dichter bij mij. Dan ga ik door met Cuddle Me. Dat is die echt een beetje karamelkleur. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. De oogschaduw brengt heel makkelijk aan. Zacht, prettig, geen fallout. Ik vind het echt wel heel mooi. Het is dus wat ik al zei, super warm. Nou, dat zie je ook wel, maar ik hou er wel van. Je ziet het ook wel met mijn ogen, zeg maar, dat gaat echt knallen. Pigment is echt prima. Het zijn niet hele dure oogschaduws, een beetje de prijzen, wat zou ik zeggen. Het is, volgens mij was dat groene paletje was volgens mij 7 euro, dacht ik, of 8 euro. Deze weet ik niet meer uit mijn hoofd, volgens mij was deze ook in de aanbieding, maar dat weet ik ook niet meer helemaal zeker. Dan pak ik mijn Zuva Luxe Petit Crease. En dan ga ik in die Baking Brownies, die hele donkerbruine kleur. En daarmee ga ik echt in mijn buitenste randje. Ik probeer het wel allemaal erg subtiel te doen. Je kan dit echt dus veel zwaarder aanzetten. Maar wat ik al zei, warme dag. Je moet het niet allemaal te veel doen. Mensen denken dat ik naar een gale voorstelling ga. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? Ik doe een klein beetje van die rosé bronzen kleur onder mijn ogen. En dan doe ik een beetje van die baking brownies.
Want vaak als je alleen zo een beetje zo'n rode kleur onder je ogen doet, dan wordt het al snel een beetje freaky. Alsof je een beetje van die bloedrood doorlopen ogen hebt. Dan doe ik ook baking brownies nog een klein beetje langs mijn wimperrand. Maar echt met een smudgekwastje van Sephora en dat ik het echt heel erg vervaag. Gewoon dat je wel een beetje... Maar zie je, het wordt echt meteen al een stuk donkerder. Er komt natuurlijk ook nog mascara bij. Heb je dit trouwens ook dat je denkt, nou ik ga heel subtiel doen met make-up en dat je uiteindelijk nog een soort drag queen de deur uitgaat? Ik heb dat regelmatig. Ik ga de Champagne Shimmer met mijn fan brush van Real Techniques aanbrengen. Als je het een beetje kunt zien. Ja, dit is wel een hele mooie. Niet, het is geen super heftige highlighter, maar hij is wel gewoon echt mooi, fris. Ik had hem natuurlijk al op mijn ogen aangebracht, maar... Dan de bronzer en dat doe ik met mijn Kabuki. Van Essence. Ik doe altijd een soort shape en bronzen in één. Het is niet helemaal de normale gang van zaken, maar... Dat vind ik nou helemaal mooi. Nou, deze kleur is echt... perfect voor mij. Ik zou zeggen, ik heb een redelijk lichte huid, niet super licht. Ik denk dat het voor de super lichte huidjes ook echt wel oké is. Voor donkere huidjes zou ik hem niet zo aanraden. Hij is gewoon heel subtiel. Zit ook niet echt, er zit wel een beetje shimmer in, maar niet discobal. Het enige wat ik nou echt mis in dat paletje is een blush. Ik had gezegd, doe dan in plaats van dit ding gewoon een mooie blush erbij. Dan heb je namelijk echt gewoon alles in één. Maar wie ben ik? Ik ga Pinch Me van MAC als blush gebruiken. Dat is hier denk ik wel mooi bij. Oeh, of Milani Baked Blush. Wat zullen we doen, jongens? Milani toch maar, hè? Nee, de Milani Baked Blush in Luminoso. Wordt het. Ik ga even mijn wimpers krullen en mascara doen. En dan ben ik weer bij jullie terug. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik vind het heel mooi geworden. Ik zal het nog even een beetje laten zien. Mooi, glowy, zomers, zonsondergangig. Ja, ik vind het heel mooi geworden. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit was dus mijn eerste indruk vooral van het Tanja Burr Beautifully Defined palet. Mocht je nog een aparte video willen zien waarin ik dus niet alleen swatches laat zien, maar ook een look met dit Tanja Burr My Escape Eye palet, laat het wel eventjes weten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Het is gratis. Je maakt mij er heel blij mee. En je blijft op de hoogte van mijn video's. Dus het is een win-win-win situatie. Dat kan door hier op mijn gezicht te klikken of hieronder op de abonneerknop. Nogmaals super bedankt voor het kijken. Als ik het al gezegd had, weet ik eigenlijk niet. En ik zie jullie heel snel. Doeg!